Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd en ik maak weekvlogs. Ik ben weer helemaal beter, ik ben helemaal gevloeikt, want daar hou ik van. Ik hou ervan. Volg me nog niet op Insta, vergeet me zeker niet te volgen, vergeet niet te abonneren. Voordat we beginnen met deze weekvlog en een duimpje omhoog te geven. Oké, stop. Voordat ik verder ga met deze weekvlog, heb ik namelijk iets mega leuks voor jullie. Vanaf vandaag, nu de vlog online komt, 10 uur, is vandaag de hele dag een pre-order bij La Bella. En dit gaat om deze superleuke tasjes. Ik zal hier foto's in beeld doen. Maar ik heb ze hier ook in het echt. Ik ga samenwerken met La Bella deze tasjes voor jullie pre-orderen. En deze kan je alleen vandaag met 5 euro korting krijgen. Normaal betaal je hier 30 euro voor. Maar met de pre-order betaal je hier 24,99 voor. En het gaat om deze mega leuke tasjes. Echt geweldig. We hebben ze in het grijs. En ze hebben ook een koord, zoals je hier op de foto ziet. In het wit. Heel erg leuk. In de peach kleur. En in een mint kleur. Echt zo leuk. Dus ga naar de link hier in de beschrijving. En dan kan je ze meteen pre-orderen. En alleen vandaag zijn ze dus met 5 euro korting. En normaal komen ze op de site en zijn ze dus 30 euro. Dus wil je deze, vergeet ze niet nu te pre-orderen. Ja, je kan ook naar mijn Instagram. Daar staat een swipe up in mijn verhaal. Dus dat is Sarah Verwoerd. Check it out. Ik ben echt super enthousiast over. Ze zijn super leuk. Op de foto's, in mijn verhaal, zie je ook hoe leuk ik ze heb gecombineerd met outfits en zo. Dus ja, vergeet het niet te checken. De link in de beschrijving te checken en dan kan je ze dus pre-orderen. In ieder geval heel veel plezier verder met de weekvlog. En ik zit nu in de auto, as you can see. En ik ben onderweg naar Isabel. Want ik ga Isabel eventjes ophalen. En dan gaan we gezellig even naar Alphen. Even de stad in. En ik heb nog een cadeaubon van Hunkemuller. Dus die wil ik gebruiken. We gaan gewoon even gezellig wat eten. Want ik ben vandaag de hele dag vrij. Ik ga vanmiddag met Bo naar de dokter. Want Bo is nu dus heel erg ziek. En dat is echt heel zielig. Dus ik ga even met haar naar de dokter. Hopelijk krijgt ze ook antibiotica. Ik zit namelijk ook nog aan de antibiotica. Dus ik mag niet drinken. Even kijken. Het is hier heel erg druk. Dus dat is misschien wel een keer goed voor mij. Maar ik ben er. Zo. Maar ja, ik ga dus even naar Alphen met Isabel. Oh. Het is best wel heet. En even appen dat ik er ben. Het is een nieuwe week. Ik ben deze week helemaal vrij van school. Vorige week was het ook al, maar toen was ik doodziek. Dus had ik er niks aan. Ik moet alleen een paar dagen werken. 2 avonden en 1 keer overdag. Dus dat valt op zich ook wel mee. En verder heb ik eigenlijk nog helemaal geen plannen. En zaterdag plannen. En zaterdag is Isabel jarig. Fucking leuk. Jezus. Kijk, daar is mijn zus. Hi zussen. Hey zus. Ik heb mijn antibiotica mee. Oh ja, natuurlijk doe ik het door. Boze had dat ze witte dingen ze kunnen krijgen. Ja? Oh, ze kan ook gewoon hier slikken. Nee. Ze kan precies zelf. Ja. Nou, ik was net bij de Hunkemuller, ze hadden echt helemaal niks leuks. Dus nu zijn we bij de barista. Ja, dus nu gaan we lekker lunchen. Ik ga lekker karamelkoffie nemen en een carpaccio truffel wrap. Jij ook? Ik ook, maar er zitten tuinbonen en champignons in, maar die gaan we dan halen. We zitten echt met z'n tweeën aan één megatafel. Ah, oh, love it. Zo, jongens, dit ziet er echt heel goed uit. Echt heel lekker. Weet je wat raar, we gaan nog geen drinken. Nee. Het is er echt super. Het is echt binnen 5 minuten of zo. Ja. Echt bizar. Zo, het is inmiddels bijna 5. Ik ben net even met Bo naar de dokter geweest, want zij heeft dus ook een zware keer ontsteking. Dus daar heb ik even naar de dokter gereden en meteen bij de apotheek voor de medicijnen opgehaald. Ze hebben ook antibiotica.
Ja, vanavond de winnaar van de winactie. Zo leuk, jongens. Ik ga nu even met Isabel haar auto sleutel ophalen. Want die is in Nieuwkoop vergeten. Die is vergeten zaterdag dus uitging. Een soort van uitging. Dus ik ben nu even bij haar thuis. En dan gaan we zo, denk ik. Ze is nu even boven met haar opa. Daar de kamer laten zien of zo. Ik ben inmiddels weer thuis en ik had op haarspullen.nl of zo had ik nog nieuwe zilver shampoo gekocht. En deze gebruik ik altijd voor de trouwkijkers, weten dat. En dat is deze van Vanola. No Yellow Shampoo. Dit is gewoon 1 liter. En 1 liter was maar 15 euro. Ik vind dat echt niet duur, want je doet hier echt fucking lang mee. Kijk het verschil. Deze is 350 milliliter en die is 10 euro en 15 euro 1 liter. Dus dat is echt heel dom. Maar ik ga nu video's editen en niks doen. Echt niks doen. Het is inmiddels avond, dus 9 uur. Video editen en vlog editen. 9 uur. Ik heb alleen maar mijn bed TikToks gekeken. Fuck. Jongens, ik ben bij de McDonald's. Dat is heel erg. Dat, sorry, weet je, sorry. Ben ik hier? Hebben ze een bitterbal nou? What? Dus ik heb ze besteld en ik ga ze proberen. En ik zie alleen maar rood. Hey, we gaan de bitterballen reviewen. Bitterballen van de McDonald's. Ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat het echt vies is. Het ruikt naar McDonald's frietjes. Het is gewoon een bitterbal. Dit zou ik echt nooit meer van mijn leven bestellen. Zo. Is die muziek bij de McDonald's? Mhm. Hey. Hij is zich wel lekker. Maar niet naar de McDonald's gaan voor een bitterbal. Nee, ook niet. Jij mag die ook, hè? Ik hoef geen bitterbal meer. Nou, ik vind het... Ik heb echt een crispy chicken burger al. Ja. Je mosterd aan je middelvinger. Ik ben een delen. Hij heeft 700 calorieën. Gewoon lekker. Als je zin hebt in bitterbal. Lekker bitterbal. Bitterbal zou ik het bestellen, maar... Ja, ik zou, als ik naar de Mac ga, zou ik liever iets anders bestellen. Dan heb ik nog een cheeseburger en saus, maar die ga ik gewoon even zelf opeten. Doei. Zo, ik ben weer thuis. Dat dit pakketje was binnengekomen. En dit is van Purematic of zo. Purematic. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Maar ik zal een Insta video zetten. En dit is voor je tanden. Dit zijn whitening strips. En dit zijn 14 behandelingen. En dan heb je 28 strips. Dus denk boven en onder. En dit ga ik proberen. Je moet de strips opdoen en dit moet je 30 minuten laten zitten. Hey. Hey. Ben je wel thuis? Ja. En dit is met kokosnootolie en geactiveerde charcoal. Dat is volgens mij van het kool. Dat werkt dus heel goed. Goedemorgen allemaal, het is inmiddels dinsdag. Gisteren was ik eigenlijk gewoon moe, ben ik gewoon bed ingegaan. En heb ik er niet meer verder naar gekeken. Dus het is nu tijd om het verder uit te proberen. Ik doe even het laatste laagje mascara op. En het zijn dus 14 behandelingen. Maar ja, ik weet eigenlijk niet of je het elke dag moet doen of zo. Dat moet ik even lezen. Misschien dat het erbij staat. En anders maakt het denk ik niet eens heel veel uit hoe vaak je doet of zo. Oh, mijn wimpers zijn de laatste tijd zo slecht. Volgens mij heb ik er echt zoveel uitgetrokken met het krullen elke keer. Dus daar moet ik echt even mee kappen. Maar ik ga het even opdoen in de badkamer. Het is trouwens inmiddels echt alweer 1:30 en ik heb echt koffie nodig. En mijn haar moet ik echt even feunen nog. Oké, dit zit er dus in. Al deze zakjes. Oh my god, ik heb echt gele tanden. Wow, ik heb echt gele tanden. Dat wist ik niet. Oké, ik ga het nu opdoen. Voor het tandenpoetsen doen. Je mag niet je tanden poetsen en dan doen. Dit heb je dus. En dit is boven. En dit is onder. Oh my god.
Echt kijk. Dus echt kijk met lange nagels. Ik ga helemaal stuk. Dit is echt heel eng. Dit moet je dus nu 30 minuten op laten zitten. Oké, de 30 minuten zijn voorbij. Alles wat overblijft, daarmee moet je tanden poetsen. Ik zweer. Ik zweer zonder happen. Voor mijn gevoel is het echt witter. Oh. Stond ook dat na één keer al zag. Oh my god. Ik ga dit echt vaker gebruiken. Top. Ben je er nou benieuwd naar geworden? Check dan even de Insta van Pure Matic. En ik heb ook een kortingscode. Namelijk Sarah15. En dan krijg je 15% korting als je iets bestelt. Dit is inmiddels ook 1:15. En mijn ouders hadden net lekker kibbeling gehaald. Heerlijk. Dus ik ga nu lekker kibbeling. Het ruikt zo lekker altijd. Ik ga wel even opwarmen nog. Het is 3:00. Tijd voor een nieuwe antibiotica pil. Ik heb net de hele tijd aan school gezeten, wil ik zeggen, aan video's gezeten. En voor deze week is alles ingepland en geëdit. Dus dat is top. En ik heb ook veel dorst. Ik heb dus vanochtend mijn haar weer met zilver shampoo gewassen. Volgens mij is het wel weer goed te zien. Dat het weer beter is. Met die Vanoda No Yellow. Die is echt... Ik moet vanmiddag trouwens werken. Ik heb dus echt geen moeite met pillen doorslikken. Sommige mensen die moeten echt kokkenhalzen gewoon als ze paracetamol doorslikken. Maar al gooi je zo'n pil bij mij erin. Ik heb er zo geen moeite mee. Ik snap dat echt nooit. Dat mensen dat niet kunnen doorslikken of zo. Maar het zal wel mij liggen. Of aan die mensen, ik weet niet. Ik verveel me gewoon dood. Ik ben gewoon niks aan het doen. Ja, ik ben wel bezig voor YouTube en zo, maar dat hoeft niet per se nu. Dat kan ik ook gewoon in de avond doen of zo, maar... Ik zat dus te kijken en deze SD-kaart heeft dus iets extreem of zo. En dan is het beter. Of zo, dan krijg je dus beter beeld of zo. I don't know, ik heb echt geen verstand van, maar dat staat hier dus. Ik ga deze zijn kopen. Ik zweer, dit zijn echt de saaiste dagen in mijn leven. Ik zit gewoon op de bank. Ik doe gewoon helemaal niks. Het is gewoon kut weer. Het voelt niet als zomer. Ik heb zomervakantie en het voelt gewoon niet alsof het zomer is. Het is fucking juli en de zon schijnt niet eens. Het gaat gewoon fucking regenen. Ik kan gewoon huilen. Nee. Oké, dat is nu echt leuk. Ik vind deze nagels zo leuk. In het rood. Zo. Holy shit. Het was echt een hele harde boor. Oh, I'm sorry. Ik heb trouwens uiteindelijk deze SD-kaart gekocht. En dit is de Extreme Pro. En dit betekent dus dat je dan nog betere kwaliteit hebt. En dat het allemaal nog sneller importeert. Dus dat is echt... Nou, dat is echt perfect. Gewoon. Ik ben echt heel erg benieuwd. En weet je, als het... Het was iets van 10 euro duurder of zo. Als een normale SD-kaart. Dus stel, ik merk het verschil niet. Dat maakt het niet uit. En er stond wel dat je er langer mee kon doen. Want ik heb dus problemen gehad met mijn SD-kaart. En ik wil gewoon nu een goede SD-kaart hebben. Mijn maand is vandaag dinsdag. Ik moet naar mijn opa, want ik ga mijn opa passen. Mijn haar ziet er niet uit. Ik heb heel snel make-up opgedaan. En, want ik werd weer veel te laat. Het is gewoon 10:00 en ik kom gewoon niet eens 10:00 mijn bed uit. Zo erg is het. Ik heb dit jasje aan van Shein. Het zit een beetje kut door die tas hier. Truitje van Shein. En deze flare broek van... Ik heb echt geen idee van de Zara of zo. Ik ben nu bij mijn zieke zus. Hallo. Even gezellig op bezoek. Ik heb een lekker theetje. Het is echt snack weer. Het is... Jullie, het is zomervakantie. Ja. En dan heb je dit. Regen. En ik heb een donut. Oh, jee. Lekker. Maar weg je handen is en zo. Zo, ik word weer verwend door mijn zus. Oh. Iedereen zei in de vorige vlog... Oh. Iedereen zei in de vorige vlog...
Ja, hebben jullie ruzie met Bo en zo? Waar is Bo in deze vlog en zo? Ah. Maar ja, jij moest gewoon heel veel werken toen die week. Ja, inderdaad. Dus ik had ook gereageerd zo, ik zie er niet uit. Maar nee, natuurlijk hebben we geen ruzie met Bo. Nee. Oké, ik ben nu dus met Bo. Maar we hadden echt heel veel zin in bugels met van die spuitkaas. Dus dat ga ik nu even halen. En dan gaat Bo binnen alles opruimen. En dan gaan we even lekker een serietje kijken. Vanmiddag moet ik werken. Over een uur en een kwartier ongeveer. Dus lekker dik weer. Lekker dik, Jezus. Het is inmiddels avond. 8:30 en ik ben klaar met werk. Ik heb even eten moet ik aanmaken. Ik ben mijn aardappels aan het bakken. En ik heb dit. Dus mijn moeder heeft het gemaakt hoor, maar ik ben te Frans opwarmen gewoon. Wel lekker terug van mayo. Met aardappel. Dus dat ga ik even eten. Morgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik ben onderweg naar de sportschool. Ik ga lekker sporten. Echt super goed van mezelf. Ik ben echt toe aan sporten. Ik heb de hele quarantaine. In het begin van de quarantaine was ik echt goed bezig met sporten. Maar daar ben ik gewoon helemaal mee gekapt. Gewoon weken, eigenlijk bijna een soort maanden, niks gedaan. Dus we gaan weer sporten. Ik vind echt dat het heel hard nodig is. Ik ben echt aangekomen voor mijn gevoel. Ik ben niet dik of zo. Ik ben niet dik, maar mag allemaal wel wat strakker. Dus daar gaan we zeker wat aan doen. De telefoon moet echt in de oplader. De fuck is mijn telefoon. Ik had me dus verslapen. Want we hadden dus eigenlijk om 9:30 afgesproken om te gaan sporten. En toen stond Bo opeens voor mijn deur. En lag ik nog in mijn bed. Want ik was gisteravond zo moe dat ik gewoon in slaap ben gevallen. Mijn telefoon niet in de oplader heb gedaan. En gewoon, ja. Wat? Hè, Bo, waar heb ik mijn telefoon al gelaten? Heb ik mijn telefoon al mee? Jezus, waar zit ik nou weer met mijn... Hey, ik heb Dexter. Zullen we een Dexter nemen? Ja. Eigenlijk moet ik wel de poeder nog nemen, weet je wel? Ja, oh ja. Scoopje erbij. Zo. Hard. Hé, hey Saar, waar is die telefoon dan? Jee. Eerst overal hier, waar je op zit. Nou, wij komen er nooit. Oh, hier. Ja, zie je. Saar, ik word niet goed. Maar, toen stond Bo dus opeens voor mijn deur. Toen lag ik nog in mijn nest te maffen. Gewoon mijn telefoon in de oplader, geen wekker gezet, niks. Snel de ding geannuleerd, want je moet dus nu reserveren. Maar we zijn er nu onderweg naartoe. We hadden even de ding geannuleerd en opnieuw gereserveerd. Gelukkig was er nog plek. Dan moeten we weer geloven, meid. Ja, we gaan weer. We gaan weer. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat. Lekker of zo om weer te gaan. Ik ook. Ik ben echt blij met de sportschool. Want thuis kan je alleen een rondje lopen. Ja. Ga je niet al die apparaten en zo. Ik vind het is toch kut weer, dus dan is het ook perfect. Nou, we zijn klaar met sporten. En nou, het was echt heel erg wennen. Maar het ging wel super goed. We hebben wel echt goed gedaan. Yes. Alleen op het einde gingen we een beetje buikspieren doen, maar we waren zo dood. En er zaten heel de tijd van die meiden zo naar ons te kijken. En we voelden ons echt zo kut van, kill. Ik wilde echt helemaal niks. Dus we zijn maar naar huis gegaan. Maar we hebben het echt super goed gedaan. En we hebben gewoon een uur gesport. Ja, we hebben gewoon een uur gesport, dus helemaal top. En we gaan nu gewoon vaste ochtenden doen. En dan moet je gewoon reserveren en dan ga je gewoon. Zowel gewoon elke dinsdag en donderdagochtend, toch? Ja, dat is sowieso. Dat sowieso, en als we meer willen, gaan we meer. Maar ik voel me echt helemaal weer chill of zo. Ja, het gewoon zo lekker. Fresh, gewoon lekker. Ja, je voelt je helemaal een soort. Lekker douchen en dan. Herboren. Lekker weer gesport, joh. Ik heb echt gemist, maar om gewoon lekker naar sportschool te gaan. Ja, inderdaad. Want thuis, dan is het helemaal niks. Klopt. Maar we gaan nu even douchen thuis. En dan gaan we gezellig naar Amsterdam, want ik moet naar de Apple Store nog steeds voor mijn telefoon. En gaan we ook even wat lunchen. En komt helemaal goed. Zo, ik ben nu thuis. Ik ga even snel de douche onderspringen. Mijn haar wassen. Alles. En opmaken. En weet ik het allemaal. Want ik zie er niet uit. En ik voel me echt zo goed. Ik voel me zo top dat ik gewoon even lekker gesport heb. Ik hoop dat ik het even doorzet nu. Nou, we hebben net lekker geluncht. We hadden allebei steak tartare en Amelia lekker soepje. We hebben nu lekker een theetje. Lekker en een lekker red velvet cake van de Trigaven. Lekker de... Oeh.
Oh, oh jongens, het is zo vies weer. Maar we stonden toch daar? Ja, daar. 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 Oh, oh, kijk, kijk. Oh, het is zo een kut weer, jongen. Oh. Oh. Mooi goed, hè? Ik ga stuk. Kijk uit, hè? Misschien hebben we rood. Oh nee. Misschien hebben we. We zijn nu naar de auto aan het lopen. We hebben echt alleen maar thee zitten drinken. Wat the fuck? Niet. Wel. Nou, we zijn weer thuis. De Apple Store was dus niet dicht. Maar de Apple Store stond een rij van hier tot Afrika. Dus ja, ik ga niet 2 uur in de rij staan. Ik denk ook niet, ik app hem gewoon. Nee. Nee. Heb je lekker gegeten? Ik heb wel lekker gegeten. Ik heb een pasta. Nee. Steak tartare. Ik heb een steak tartare op. Amee tegen het soepje. Amee een tomatensoep. Lekker. Mijn oma heeft een tomatensoep, ja. Joh. Oma wil een toy, boy. Waarom even liggen? Eeuw. Ik ga vanavond lekker pizza eten. Oh, lekker. En ik ga zelf lekker gemaakt. Weet je niet? Nee, je weet nog niet. Oké, okay, en je bent online. Oh, je was online. Zo. En dan? En daar vanavond gaan we gezellig bij Isabel een drankje doen. Zo, ik ben weer thuis. Het is helemaal wazig. Ik heb een gezellig wijntje gedaan met Isabel, want ze was geslaagd. We hebben een gezellig wijntje gedaan. En ik ga nu lekker mijn make-up afhalen en lekker mijn bed in. Ik wil morgenochtend eigenlijk ook weer gaan sporten. Dus ik wil gewoon wel een beetje op tijd gaan slapen. En even kijken. Morgen moet ik werken om 12 uur verder. Eigenlijk niks. Ja, ik had besloten dat ik even zin had om in bad te gaan. Dus ik ga lekker in bad. Ik ben helemaal klaar met mijn lens. Mijn lens doet echt pijn. En ik weet niet wat de fuck er de laatste tijd is. Maar mijn wimpers, die werken gewoon niet meer mee. Eerst had ik altijd echt mooie, lange wimpers. Maar ze bestaan gewoon niet meer. Dus ik weet niet wat de fuck dat is. Maar is kut. Normaal, het is vandaag vrijdag. Ik moet werken. Ik heb echt bijna geen make-up op en ik zie er niet uit. Ik heb zoveel spierpijn. Oh my god. Van de sporten gisteren. Ja, ik heb natuurlijk echt maanden niet gesport. Kon echt niet. Ja, ik moet dus nu in de middag werken om 1 uur. Of om 12 uur bedoel ik. Dus dat is niet zo lang. En daarna ga ik naar Isabel. En verder weet ik nog niet echt wat ik ga doen ofzo. Ik heb gewoon een chill outfit aan. Ik heb gewoon een trui en een capuchon, want het gaat sowieso regenen. En ik heb gewoon een legging aan, een soort legging en witte schoenen. Ja, ik moet alleen even wat bezorgen. En het zijn allemaal brievenbuspakketjes, dus ik hoef echt niemand te zien. En mijn haar is kut en alles is kut. Maar ik moet even mijn tas pakken. En dan ga ik er vandoor. Oh, ik moet even zo mijn lens in doen trouwens nog. Zo, ik ben weer klaar met werken. Het is inmiddels 4:30. Dus ik ben niet scherp. Ik zie er nog steeds niet uit. Maar ik ga nu even naar Isabel. Huh. En ja, het werk duurde echt zo, wat een fel licht. Alleen net een studiolamp. Jezus. Ja, ik ga naar Isabel. Isabel was haar tasje vergeten, dus die neem ik even mee. En verder heb ik nog geen plannen. Nou, ik ben nu bij Isabel. En ik ben met Isabel en Indy. En we hebben een geheime meeting. Want er komen allemaal leuke dingen aan voor Labella. Dus dat moeten jullie in de gaten houden. Vergeet zeker niet alvast te volgen. Labella. La.bbella. Ja. Ik zal die neerzetten. Ik zit nu in de auto, oké, je ziet niks, want holy fuck. Nou, je ziet niks. Maar ik ben met Isabel. Joe! En met Indy. En we gaan gezellig een drankje doen. Bij het leeuwtje waar Bo is aan het werken, hè? Echt? Ja. Gezellig. Gezellig. Gaan we even een drankje halen bij Bo. En ik heb me helemaal gefliekt.
Weet ik niet. Ik heb gewoon geen make-up op gedaan. Ik denk, komt zij eraan lopen als een of andere. Als ik uitga. Echt hoor. Ja, maar ik vind het gewoon leuk. Ik hou me zo erg van opmaken en zo. Ik ook. Ik vind het geweldig. Ik vind het ook wel leuk. Nou, ik heb het. Nou, moet je een keer een video maken dat je gewoon gaat flieken en met z'n allen van ja, dat vragen heel veel mensen. Van, maak een keer een Get Ready With Me als je helemaal gaat flieken. Ja. Nou, maar die is wel snel klaar. Ik kan heel van, lang over mijn. Ja, eet een foundation, bronzer, highlighter. Ik kan zo een uur aan mijn pick-up zitten. Ik ook. Gaan we samen doen? Ja. Nou, we zitten lekker bij het leeuwtje. En nee mensen, we gaan niet terugrijden. Nee, we worden nu... Ja, want helemaal haat de vorige keer. Echt, we hebben een lekker... Pinot Grigio. En we gaan iets bestellen van de borrelplaats. En ik ben over 2,5 uur jaren. Ja. Oh ja. 2,5 uur al. Ja. Dus de rekening is op jou. Nee. Nee. Maar we gaan lekker gamba, tempura en een bitter garnituurtje bestellen. Kijk wie aan het werk is. Hé, hey, mijn topper. Nou, leg ze uit wat we hebben. Jullie hebben gamba's tempura met een bittergarnituur. Lekker met een vloefje sla. Kijk eens saai, joh. Oh, wat geregeld hier. Bij de Harpenclub deze dat voor het eerst. En sorry voor mijn inschenking. Ik dacht wel te vaak. Dat is ook echt een chill. De armpjes. Ja, klopt. Nou, je moet wel in de, ik moet in de camera kijken. Ja. We zitten nu bij het leeuwtje en die zat gisteren. Ja. Nog 5 minuten. Nee, 2 minuten. En dan gaan we even filmen. En Tom weet het. Tom die moet liggen. Zo, Tom die moet even liggen. Want ik ben niet zo gelukkig. Anders pas ik niet in het vlees. Nou, zo één dikke. Wacht. Filmen we weer. Oh, awkward begin. Nog 2 minuten. Nog 1 minuut. 2 minuten. Bella. Wat is de tussenstand? Hoe voel je je? Wat zei je? Hoe voel je je? 2 minuten. Goed. Nog 2 minuten. Ik denk 1 minuut. 2 minuten. Ben je zenuwachtig of niet? Heel erg. Kan je niet zo veranderen, jongens? Jullie hebben wat drinken, jongens. Nog 1 minuut, jongens. Laten we met jou. Yeah. Hey. 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 Deze kerel is 19. Ik word van 19. Nog 1 minuut. Ah, die moet je maar knippen. Zal ik hem even uitzetten? Ja, maar ze knippen het maar lekker. Ja, ik knip het wel. We gaan aftellen. Nog 15 seconden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ik ben jarig, ik vind die mooi aan mij. Bella, gefeliciteerd. Nou, dit was het jongens. Oh, wacht, moment. Oké, van de maand is vandaag zaterdag. Ik heb hem al helemaal klaargemaakt. Het is 12 uur. Ik heb mijn haar gefeund en gewassen en gedoucht en helemaal gefliekt. Isabel is vandaag jarig. Mijn sister is jarig. Ze is 19 en ze krijgt van mijn beau een tatoeage voor het verjaardag. Dat we dat met z'n drieën gaan zetten. Maar ja, als deze vlog online is, dan is het toch al jaar geweest. Dus dat weet ik wel. Dus ik moet zo even een kaart halen. We gaan even bloemen halen. En we gaan zo meteen gezellig lunchen met vrienden. En dan vanavond viert ze de verjaardag. En dan gaan we daarna een soort van uit bij een soort kroeg bij ons hier in de buurt. Want dat is natuurlijk het enige wat nu open is. Kettingen zijn van La Bella. Top is van de ASOS, broek is van bij Jules Fashion en de shoes zijn van Conquest Fashion. Dat is mijn outfit of the day voor de lunch dan, want vanavond ga ik natuurlijk helemaal in een fleek outfit ook. Maar ik ga even een kaart halen en koffie drinken en even dat allemaal. En dan gaan we zo meteen lekker lunchen. En we gaan lunchen bij Bodewerk, want Bo is aan het werk dus. Dus dat is super gezellig. Een hele leuke kaart gehaald, maar ik heb hem nu al ingepakt. Dus dat is stom. Maar ik heb een heel leuk verhaaltje beschreven. En ik heb een croissantje en een koffie. Maar ik ga het even bij de bank opeten en tv kijken. En ondertussen moet ik ook nog even nagels opplakken. Want die ook er gisteren dus in een woedeaanval. Nou, niet in een woedeaanval, maar gewoon in een vervelingsaanval eraf getrokken.
Dus die moet ik ook nog eventjes plakken. En ik heb zoveel spierpijn van het sporten. Ik ga dood. Happy birthday! Mijn zus is jarig! Oh jee! Birthday cake! Nou, ik heb alle spullen nou, mee. Nou, je bent geweldig. Lekker afsluit. Kijk nou mensen, today is mijn birthday. En ik kom net op mijn werk, dus ik heb in een half uur gedoucht, opgemaakt en opgegeven. Ja, wat lekker lunch! Ik heb een honger. Met de zussen! We gaan met de zussen. Ik ga stuk met onze zussen. Ja, zo mooi. We hebben echt zo'n leuke vriendengroep. Ja. Dan gaan we gezellig mee lunchen. Ja, dat is echt leuk. Ik denk dat ze wel echt heel brak zijn. Nou, ik zag ze allemaal in de sportschool al. Oh, oké. Vanochtend vroeg. Hoe dan? Maar ze hebben hele avond zitten zuipen. Ik snap het ook niet. Ik zou echt overleden. Maar hun kunnen echt zuipen, joh. Dat is echt bizar. Jij even een lekker broodje. Heerlijk. Jawel. Nu sta je erin. Ja. Lekker met de zussen. Lekker pokker en ook een broodje. Hé, hey, waar is mijn eten? Wat leuke bloemen. Leuk, hè? Zo leuk. Kijk even wat erop staat. Nou. Gaat u een pakket geld uit? Ik wist het! Ja! Hey, leuk! Oh, we zijn het gisteren nog. Ja? Ja, vind ik echt leuk. Leuke bloemetjes. Oh, de mensen die hier geweest, dat is sowieso jou. Nou, we zijn op verjaardag voor Isabel. Isabel! Birthday girl! Gezellig guys! Ik ben hier met Rodi Papuchulo. Wil je vloggen? Ja, dat zou ik echt heel fattig vinden. Ik ben hier met mijn boys. No cap. Nu kom best. Vlog takeover. Ik heb me helemaal gefliekt. Ik ben helemaal wimpers op en zo. Geen licht weer. En deze auto gaan. Nou, we zijn nu uit. Woo! Super gezellig. Super gezellig, zijn op de wc hier. Baby, kijk. Ik heb het warm, man. Zo stinkt hier. Ik ben het niet. Abonneer allemaal en volg Sarah zijn kanaal. Abonneren. 2 of 6, lekker los, leeg de fles. Ben dan toch, ik heb geen bed. Laat de DJ's Thank you.
dat. Jongens, ik weet niet wat er allemaal is gefilmd. Volgens mij is er dus echt heel veel gefilmd. Ik wil het allemaal niet zien. Ik ga het editen en ik ga het zien. Ik ga echt niet alles erin doen. Maar het is inmiddels maandagavond. Zondag was ik... Ik leefde niet meer. Ik was de hele dag in mijn bed en ik heb niks gedaan. Ik kreeg geen adem meer. Ik heb het echt veel te bonzer gemaakt. En vandaag werd ik echt heel ziek wakker. Weer heel erg met keelpijn. En ik heb natuurlijk heel erg keelontsteking gehad. Dus ik heb de hele dag niks gedaan tot het super mooi weer was. Iedereen was aan elkaar aan het varen. Weet ik het allemaal. Ik heb echt doodziek in bed gelegen. En ik heb alleen maar geslapen. Het gaat wel beter. Ik heb nog steeds een beetje keelpijn. Dus ik moet echt oppassen met wat ik doe. Ik weet niet. Ik ga nu gewoon slapen en de vlog afsluiten. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Geef een duimpje omhoog als je de weekvlog leuk vond. En vergeet zeker niet te abonneren. En dan zie ik je bij de volgende weekvlog weer. Doei!